Hallo allemaal, de hele zomer heb ik ronde balen bijgevoerd in de stal. En nu is het zover dat de bult met kuilgras open gaat. En met de mini-shovel haal ik mooi de grond voor van de bult af. Dat gaat toch wel heel wat makkelijker dan met de schop. En die grond, die rijd ik naast de bult. In die gleuf die gegraven is toen de grond op de bult werd gebracht. En dan ben ik benieuwd hoe het voer eruit ziet. Ik heb nog geen voeranalyse. Kijk, prachtig voer. En dan gaan we nu met de trekker, met de kuilbak erachter, van voeren. Ik ben tijdens het voeren even afgestapt. Even laten zien hoe dat eruit ziet. Met het mes snijden we plakken. En zo vullen we de voerbak om die vervolgens leeg te draaien in de stal voor het voerhek. Bevalt me prima zo'n voerdoseerbak. Van mij hoeft er geen grote voermengwagen te komen. Want ik voer eigenlijk hoofdzakelijk alleen kuilgras en mais. Nou, en als dat één keer voor het voerhek ligt, dan mengt zich dat prima zodra de koeien daaraan beginnen te vreten. En dan zien we het voer hier in de stal liggen met een laag mais eroverheen. Is precies de laatste mais van het vorig seizoen. En als we een week verder zijn, dan zie je, er is al een mooie punt weggevoerd van de bult. De melkkoeien weid ik nog steeds buiten, maar op de momenten dat ze in de stal zijn, maken ze al een mooie portie kuilgras op. En steeds voer ik daar een laag mais overheen, kuilgras onder zoals je ziet, de mais eroverheen. En de koeien kunnen er lekker van smullen als ze straks weer binnenkomen.